Hey, wat leuk dat je kijkt naar een goed nieuwe Skyblock video. Daar zijn we weer. En volgens mij heb ik of net wel of net niet Jeroen's kanaal ingehaald met abonnees. Dus ik weet het niet zeker. Als je nog niet bent geabonneerd, doe het dan nu even. Ik wil heel graag Jeroen inhalen, want dan krijg ik een kratje bier van hem. Dat hebben we afgesproken en ik heb zin in bier. Alleen deze week is er nog 10% korting op de gehele shop tot zaterdag. En dat is puur omdat deze server een jaar bestaat. En dat willen we gewoon vieren. Dus 10% korting de hele week. Weet je wat ik ga? Gelijk weer naar de crates toe, want het is feest. Ik heb zin in de crates. Crates zijn nu weer super leuk. Ik heb vet veel keys, dus die gaan we gelijk even openen. Die staan nog gelijk heel veel mensen te wachten. Let's go, we gaan gelijk de daily crate even openen. En wat krijgen wij? Oh, ik dacht 2 emeralds. Oh, dat zou echt cool zijn, 2 emeralds. Dat is echt heel nice. Kom op, geef mij iets leuks, please. Give me something, yes. Oh, ja, ja, oeh, rabbit, oeh. Ja, we hebben een spannetje. Nou, dat is niet niks. Hé, dat is niet niks. Weet je wat? Ik geef hem aan een van deze gasten hier. Alsjeblieft, pak aan, doe er iets leuks mee. Dan gaan wij gelijk door naar de common keys. Oh, we kunnen zoveel leuke dingetjes krijgen. Oké, wat wil ik krijgen? Ik ga even koekeloeren. Ik wil een Elytra, lijkt me chill. Ik wil Enchanted Golden Apples, lijkt me ook chill. Een setje Diamond. Dat is een kit met iets van 4 dingen. Wat krijg je eigenlijk bij? Dat weet ik niet eens. Wacht, kan ik opklikken? Nee, dat kan dus niet. Nou, dit is trouwens het allerchillste. Ancient Debris, dat lijkt me echt heel chill om dat te hebben. Netherite ingots zijn heel nice. En verder, ja, kijk, al die keys. Dat is ook heel nice. Dus laten we gelijk deze dingen even openen. Let's go! Ja hoor. En wat gaan we krijgen? Oh, 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 oh. Wat voor bedrag was dat? 15k, niet zoveel. En nu heb je de matige prijsjes. Ja, volgens mij heb je de zeldzame prijs ook een beetje op een rij. Dus het is zeg maar een spin dat je en dus niet lucky dingen kan krijgen. En dus hier, kijk, dit is wel weer prima. 32 iron blocks, dat is best prima. Dus daar ben ik blij mee. Let's go. Maar het is helaas niet het beste. Het kon nog veel beter. In de livestream van zondag kreeg ik zoveel zeldzame dingen. Toen heb ik echt wel 10 keer een pop-up van mezelf in de chat gezien. Want als je dus echt iets zeldzaams krijgt, dan komt het in de chat te staan. En dan gaan we dan de zeldzame. Oh, come on. Let's go. Geef me. Oh ja, 4. Ja, 4 common keys. Let's go. Kijk, dit bedoel ik, jongens. Dit bedoel ik. En dat komt gelijk in de chat te staan. Hartstikke mooi. Hier ben ik blij mee. 4 common keys. Nice. Nu hoop ik wel dat ik hier iets uitkrijg. Wat chill is. Oh, 500k gemist. Nee, hij viel ernaast. Oké, dat is jammer. Dat is heel erg jammer. Oké, weg hiermee. Dat hoef ik niet. Oh, het is zo druk gelijk. Weet je wat? We kunnen wel even 1 keertje weggeven aan iemand hier. Ja, jongens. Komt-ie. Een keertje. Alsjeblieft. Iedereen duikt erop, joh. Niet normaal. Oké, okay, dan gaan wij er nog even 3 openen. Oké, okay, let's go. Let's go. Come on. Let's get this bread. Sure. Ja, 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 ja. Ja. Nice. Zet het. Ja hoor, tuurlijk. 8 ancient debris. Oh, wat nice. Wat nice. Yes. Yes. Oh, hier ben ik echt blij mee. Hier ben ik echt heel blij mee. Dit is top. 8 ancient debris. Behoorlijk zeldzaam. En 64 iron blocks. Ja hoor. Dit is top, jongens. Dit is top. Oké, okay, we gaan gelijk de laatste even openen. Ik baal er nu al van dat ik die laatste heb weggegooid. Want ik kan... Ja, hier kijk weer. Oh, 5k's maar. Oh. Oh, ik dacht even dat dit iets chills was. Maar het is Gilded Blackstone. Zoals maar niet super boeiend. Ik weet niet of je die blokken kan kopen. Als je die niet kan kopen, is het wel weer heel chill. Dus deze gooi ik zeker niet weg. Kijk eens even, joh. 8 ancient debris. Ja, laten we dat gelijk even in de oven gooien. Mijn pressure plate werkt weer. Is niet heel erg nice. Ik weet niet hoe dit kan. Het schijnt een bug te zijn of zo. I have no idea. Nou, top. Gooi het er maar lekker in. Hartstikke idee. Dan gaan we dan, hè. Ja, hier kan ik wel wat leuke dingetjes mee. Oké, wacht. Wat als ik dit terugzet? Doet hij het dan wel weer? Nee, natuurlijk niet. Oké, we gaan weer even hier wat verkopen. Ik zit nu op 4 ton. Nou, ik ga even alles wat hierin zit verkopen. Zo, zitten we nu al bijna op 5 ton. Dat gaat lekker, man. Huppakee, 5 ton. Nice. Zo, nice. Oké, helemaal top. Ja, het is wel lekker druk. En weet je wat ik ga doen? Ik ga een paar mensen met een rank uitzoeken. En die ga ik wat geld geven, want dat doe ik best vaak. Maar dat zijn er weer zoveel en ik ga dat niet weer doen. Want ik ben echt elke keer 20 minuten mee bezig. Dus als ik echt in de mood zit, tuurlijk, dan ga ik het hele rijtje wel belangs. Maar nu ga ik gewoon een paar eruit zoeken. We pakken sowieso even een makketje Royboy 20. Volgens mij heb ik nu nog nooit iets gegeven. Moet ik eerst wel even naar de bank toe, hoor. Want ik moet even wat geld afschrijven. Zo, even 10 mil afgeschreven. Let's go. P. Royboy. Alsjeblieft, Royboy. Die krijgt 1 mil. Dan gaan we even 2 knapen pakken. Je hebt Sebatris 2 en je hebt Sebatris 3. Wat? Oké, wacht. We pakken nummer 2 pakken we. Hier geven we 500k. En we doen even... Simon Kees. Simon Kees krijgt ook 500k. Zo. Dan doen we Tizzy Gamer als gozer. 250k. Nice. En dan doen we even 2 maatjes. Zoki. En we doen Milan on Fire. Zo, ook 100k. Nice. Ik wil het gelijk even terugverdienen.
want dat ging even 2 mil. Dus laten we gelijk even wat verkopen. Of is alles nog lang niet vol? Ik heb geen idee. We kunnen die achterste wel even sellen. Ja hoor, die zat vol. Heel erg nice. Ja, voor de video van vandaag wil ik iets cools gaan doen. Ik wil namelijk dit ding hier gaan afbreken. En ik wil het helemaal gaan vervangen voor slimes. Want er waren zoveel comments die daarover kwamen. Dus dat gaan we vandaag even lekker doen. Het lijkt me wel een leuk projectje om dat te doen. Ik heb hier behoorlijk wat slimebox in zitten. Dus dat is nice. Ik heb vet veel hout trouwens. Laten we dat even opbergen. Oh, ik heb zoveel iron blocks, joh. Kijk, dan is even mijn... Heerlijk. Zo, ondertussen is het trouwens ook wel... Oh, dat gaat weer niet open, hè. Nice. Dit is ook klaar, of niet? Waar zat dat ding nou? Ik heb geen idee. Wat had ik hem nou ingestopt? Hier, nice. Netherite scraps. Deurtje terug. Dan pakken we even wat goud erbij. En dan doen wij heel simpel zo. En hoppa. Nice, dat is dan eentje. En nummer 2. Ja, kijk, dat eentje debris is niet super chill. Want ja, ik krijg er maar 2 van de 8 natuurlijk. Maar ik ga absoluut niet klagen. Ik heb hier trouwens nog maar 1 scrap. Dat was toen al heel zeldzaam. Maar heel veel mensen wilden echt al een halve milli voor betalen. Besef dat ik nu dus dit heb gekregen. Wat behoorlijk ziek is. Dus ja, I'm very happy with that, yes. Oké, laten we gelijk even gaan beginnen met onze mooie slime form. Wacht, kan ik dit doen? Kan ik dit in één keer slopen zo? Ja, is dat slim? Kan ik dit doen? Oh, ik mag niks anders slopen natuurlijk. Hoppakee. Oh, dan moet ik wel even goed slopen. Dit even weghalen, ja hoor. Dit geheel ook even weg. Oh, nu moet ik wel niet vergeten hoe ik dit gebouwd heb natuurlijk. Oh, oh, oh. Nee, die moet even dicht. Zo, en daar gaan we dan. We gaan hier mooi even omheen. Oh, wat gebeurt hier allemaal? Ah! Wacht, bouw ik het zo goed? Ja, toch? Ik bouw het volgens mij zo prima. Daar gaan we dan. Oh, en daar branden ze allemaal. Ja, ze branden allemaal. Misschien moet ik ze even weghalen. Ik denk wel dat dat slim is. Oh, wat gebeurt hier? Wat? Laat me even bouwen, please. Ja, dit is even kloten. Hoe gaan we dit even slim doen? Even kijken, hoor. Ik denk dat ik gewoon rustig 1 voor 1 dit allemaal ga vervangen. Maar dit komt er wel vet uit te zien, hoor. Dit wordt echt heel nice, zo. Dit randje nog mooi even opvullen. Zo, oh, zo. Dit hoekje ook even. Waarom glitst dit zo? Het glitst echt super. Oh, ja, ze bouncen. Ze bouncen volgens mij. Ik weet niet of dit slim is. Ik zit even te denken. Kijk, ze trippen gewoon helemaal op dat blok. Oké, we gaan het gewoon wel even proberen. Want ik wil het gewoon even uitproberen natuurlijk. Ik dacht dat als er water overheen ging, dat het dan niet het geval was. Maar blijkbaar dus wel. Oké, dit moeten we even rustig bekijken. Ik weet namelijk niet of dit slim is wat ik nu doe. Maar er kwamen heel veel comments over, dus het zal vast wel goed zijn. Oh, wacht. Ja, ik hak het hier ook mee weg. Dit ga je toch niet menen. Ja, als ik zo met mijn zwaard ga, kijk hier. Ik map nu gewoon de achterkant eruit, of niet? Map ik de achterkant eruit? Volgens mij map ik gewoon alles eruit. Want hier, ik kan het gewoon mappen met mijn zwaard. Ja, hier. Oh, dit is zo dom. Oké, in principe kan het alsnog wel. Maar dan moet ik gewoon dit even veranderen of zo. Dat is niet echt een probleem, denk ik. Dus dan ga ik zo even veranderen. Dus ik weet niet of dit een mega goed idee is wat ik nu doe. Maar we doen het wel gewoon lekker. Wat gebeurt hier allemaal? Oké, wacht. Ik moet hier sowieso even een hokje omheen maken. Laten we dat wel even doen. Zo, oké. Nou, dit ziet er al best wel geinig uit. Dus dat is al nice. Hier zit volgens mij ook nog heel veel slime. Oh, oh, ik verkocht het bijna allemaal. Wauw. Echt, ik moet dit ding wegleggen, joh. Ik heb het al zo vaak nu gehad inmiddels. Gelukkig kan je geen slimeblocks verkopen, anders was ik alles nu kwijt dat erin zat. Glitst het al? Oh ja, tuurlijk, het gaat hier doorheen. Ja, oké, okay, het is een beetje kapot hier, dus ik moet het even opvullen. Zo, en in principe is dit heel simpel. Ik moet dit gewoon nu hier, bam, allemaal weghakken. En hier komt dan echt 3 dubbele laag aan slimes. Dus in principe is het ook zo klaar natuurlijk. Oh, ik sloop. Oké, okay, daar ging alles aan. Oh, nee! Ja, ik ben niet aan het opletten, jongens. Dit was dom. Dit was heel dom. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oké, die spawners moeten weg. Die spawners moeten nu weg. Want dit is... Oh, het lijkt me alleen maar af. Oh, ik was niet aan het opletten. Nee. Oké. Inventory zit vol. Alles stroomt. Weg. Niet verbranden, please. Ja, ik heb hem. Wat gebeurt hier? Ik heb hem. Ik heb er nu 30 als... Oh. Oh, nee. Oké, weet je wat ik ga doen? We gaan iets doen. Wat misschien niet slim is, maar we gaan alles weghalen. Ja, het is... ik denk dat het slim is dat ik gewoon alles weghaal nu. Oh, dan ga ik al zelf. Alles moet weg. Alles moet gewoon weg. Al het lava moet weg. Ja, we halen dit hele ding weg. We bouwen hem ergens anders. We bouwen hem gewoon even opnieuw. We weten nu toch wel hoe het moet. Dan kan ik het tenminste ook in één keer goed bouwen. Zo, we laten dit live staan. Ik denk dat ik dit later even afbreek. Oké, al die oren zitten tussen. What? Het is tijd voor een nieuwe. Ja, het is tijd gewoon voor een nieuwe. Goed nieuwe. Hup. Ziet er niet uit wat ik hier gedaan heb. Oké, we gaan gewoon even weer terug. Want ik heb hier natuurlijk die andere staan. Die netherportal moet hier nog steeds een keer weg. Dat ga ik later wel een keertje doen. Dat is niet zo boeiend. Ik wil eigenlijk hier naast al gelijk eentje bouwen. Dus laten we dat gewoon even doen. En we kunnen hem ook wel net wat anders gaan bouwen. Want ik ging er toen vanuit dat ik maar 10 spawners op 1 bult kon doen. Nu kunnen dat 25. Dus ik wil hem nu sowieso anders bouwen. Ik kan hem ook veel kleiner bouwen. Misschien wel een beetje hetzelfde als deze. Oké, dus dan gaan we hier gelijk even bouwen. Ik heb geen idee waar ik dat een beetje kan doen. Ik ga gewoon hier omhoog. En dan moet hier even eentje tussen zitten. Dat is belangrijk, dus ik ga hier denk ik beginnen met de bak die ik ga maken. Die ga ik natuurlijk weer 3 breed maken, net als daar. Want anders glitch je er allemaal slimeballs doorheen. Is het trouwens niet slim dat ik wel meer ruimte ertussen gooi?
Omdat ik deze misschien ook nog wat breder wil maken. Het kan zo wel. Ik denk dat deze zo wel prima is hoe die nu is. Oké, dit is één rand. Die gaat nog even lekker wat hoger. Hetzelfde hoogte als deze, denk ik. Het ziet er ook wel fancy uit als het een beetje hetzelfde is. Ja, eigenlijk zou ik deze van magma blocks moeten bouwen. Hè? En er waren ook al heel veel comments over. Ja, dat je van magma blocks moet bouwen. Omdat natuurlijk dat is het spul wat eruit komt. Magma creams, daar kan je magma blocks van maken. Maar ja, hè, misschien dat ik het ooit nog verander. Geen idee, joh. Ik vind het zo wel nice staan in ieder geval. Zo, op de onderste even zo'n blokkie. Zou ik hem even groot kunnen maken? Ik heb geen flauw idee. We gaan gewoon even wat proberen. Chill aan slimeblocks is dat je ze heel snel weer weg kan hakken. En opnieuw plaatsen. Yo, is dat trouwens niet chill voor mijn challenge? Dat ik gewoon plaats en weer weghak? Ik moet natuurlijk 10.000 plaatsen. Maar ja, waarom zou ik de moeite daarvan nemen? Ik bedoel, ik ben nu gewoon lekker aan het bouwen. En ik kom nu vanzelf op die 10.000. Zo, oké. Nou, top. Dat is klaar. Ja, we gaan dus met één spawner werken. Ik denk dat dat wel chill is. Laten we dan hier ook even een randje maken. Hoe breed moet ik dit ding maken? Ik heb echt geen flauw idee. Hij hoeft niet super breed. Laten we even wat water. Oh, ik heb hier wel water. Dat is wel chill. Maar ik heb sowieso meer nodig. Laten we dat gauw even gaan halen. En science heb ik nodig. En lava heb ik nodig. Dus laat ik gauw even dit cobblestone wat ik heb opbergen. Hier kunnen nog mooi wat stekkies in. Let's go. Oké, gauw even wat water fixen zo. Is het al prima. En laten we nu ook even naar de shop gaan. Even 10. Nou, 10 is wel heel overdreven. Hè? Laten we even wat minder doen. 6. Oké, 6 is prima. Dan gaan we weer home. Oké. En wat dan? Laten we hier even omhoog bouwen. Oké, we gaan hier sowieso even een mooi weggetje maken waar het water overheen stroomt. Dan pak ik even het water erbij. Die grote slijmblok hebben sowieso ruimte nodig. Dus ik moet minimaal 3 blokken. En dan hier bijvoorbeeld de spawner dan minimaal weer 3 blokken. Dus ik kan misschien zelfs wel 4 doen. Dus dat betekent dat ik er nog 2 bij moet zetten. Of zullen we het gewoon zo doen? Dus 3. Hier de spawner. Dus hier komt hij waarschijnlijk dan. Oh, wacht. Nee, eentje hierheen. Yes. En dan. Oh, ik hoop echt dat dit kan trouwens. Zo met dat gebounce. Want ik ben niet echt lijp aan het bounce. Dus waarschijnlijk die slimes ook zo meteen. En even kijken. 3 breed. En dan zouden we het hier zo het randje moeten hebben. Zo, gaan we even een volgende stekje erbij. Ik ga hem later wat breder maken. Die muur. Zo zou het moeten werken, zou je zeggen. En dan doe ik hier mooi zo'n ding. Yes. Oh, ja. Oké, hier moet ik sowieso wat van afhalen. Hier komt ook dus die bak zo meteen. Gaan we dit helemaal maxen met water? Sowieso moet dat wel. Dus hier komt eentje. En als ik dit weghaal, dan komt het tot hier. Misschien moet ik wel overal even wat plaatsen. Laten we dat gewoon even doen. Dus let's go. Gaan we naar beneden. Oh, ik had ook nog geen... Oh, ik heb wel signs. 16 signs. Ik weet niet of dat genoeg is. Laten we gauw even wat meer pakken. Zo, even alles vullen. Let's go. Hup, dit ding even weg. En dan zijn we boven. Oké, dan komt hier nog water. Is het nou infinite? Ja, is het infinite? Oh, het is al infinite. Nice. Ik had maar één bucket nog nodig. Chill. Oké, ja, als ik dit blok dus weghaal, dan komt het tot hier. Hoe werkt dit ook? Ik moet even denken hoe ik het had gebouwd. Ik moet dus een bak hieronder zetten voordat het drop... Oh, wacht. Misschien moet ik het wel wat... Oh, heb ik het wel even hoog gebouwd? Dat is misschien wel een probleempje. Oké, hier komt zijn laag volgens mij. En dan hier en dan hier. En dan komt hier het lava tussen. Yes. Verbrandt het hier dus al gewoon. Maar die kleintjes mogen natuurlijk niet verbranden. Dus volgens mij moet het eentje hoger. Want het komt dus hier zo op afstromen. Dus het moet volgens mij ook eentje naar links gaan. Oké, je moet eentje naar beneden dus. Zo. Oké, deze rand moet natuurlijk wel weg. Nog. En ja, in principe kan ik het lava denk ik ook wel hier doen. Want als die kleintjes toch niet doodvallen. Ik weet niet of ze doodvallen. Dat is nog even afwachten. Oké, hier komt sowieso het gat waar ze invallen. Yes. Oké, ik ga het gewoon eerst zo proberen. Volgens mij moet het lava dus wel eentje naar links. Ik weet het niet zeker. En ik heb het sowieso echt heel anders gemaakt nu. Maar we gaan het wel zien, joh. Ik heb echt geen flauw idee of het gaat werken. Zo, nice. Deze rond vullen we mooi even aan. En dan komt hier nu lava tussen. Hier komt dan ook gelijk de volgende rond. En als ik het zo wel kan maken, dan klopt het figuur precies met die andere spawn die ik ernaast heb. Wat natuurlijk ook heel erg satisfying is. Dus dat ziet er ook heel fancy uit. Daarom wil ik ook het lava iets meer naar rechts doen. Alleen nu nog hopen dat het ook zo werkt daadwerkelijk. Ik weet dus ook niet of die slimes dood vallen, dus we moeten het even zien. Weg dit. Ja, ik heb helemaal niet zoveel lava sources nodig. Eigenlijk even moet doen is puur qua test. We kunnen volgens mij letterlijk hier eentje doen en that's it. Dat is genoeg. Ja, dit is genoeg. Eentje, toch? Waarom stroomt het niet? Ja, ik zou net zeggen, waarom duurt het zo lang? Waarom? Ja, nice. Oké, en dan nu, ja, kijk hier. Dit is de kleintjes, of de medium gaan hier ook dood. Wat natuurlijk wel een klein beetje een probleem is. We hebben er trouwens nog wel wat water nodig. Oh, ik heb nog maar 1 sign, dus we moeten sowieso even wat meer signs maken. Let's do that, yes. Oké, dan ga ik hier even naar beneden. Zo.
Oh, het water stroomt hier wel overheen. Dat is eigenlijk ook niet... Oh, wacht. Het moet hier wel geremd worden, hè? Hier moet het geremd worden, natuurlijk. Juist. Oké. Okay. Zo. Dit kan allemaal weg. Oké. Okay, ja, laatste stap. Hier moet water. Wat? Loopt dit gek? Oké, okay, het zou wel zo moeten werken als het goed is. Of moet ik hem even hier plaatsen? Zo dan. Ja, dit werkt sowieso. Oké, okay, top. Dan even nog een watersource. Ja, hij moet ik even erheen. Au, 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 au. En dan komt hier ook eentje zo in de hoek. Nice. En dan gaan we nu dit hier opplaatsen. Gaat die weg. Nice. Nou, we hebben 10 spawners nu. Ik ben benieuwd. Ik hoop echt dat dit werkt trouwens. Want er zijn een paar dingen die dus anders zijn. Dat lava zit er nu anders voor. Ja, de val is minder hoog. Dus de medium gaan dood. De grote gaan dood waarschijnlijk. Maar ja, en zolang ze daar beneden komen, de kleintjes, dan is het allemaal dikke prima. De mediums mogen voor mij ook best wel doodgaan. Oké, okay, we gaan het zien. Kijk, ze bouncen. Nou... Nou! En valt hij dood? Valt hij dood of niet? Oké, okay, ik kan dat hoger maken. Ik kan dat beneden hoger maken, zodat die kleintjes niet dood... Yo! Oké, okay, dit kan misschien oprecht wel werken. Oké, okay, dit hebben we mooi opgevuld. Hey, ik heb nog 5 over, ik dacht al. Die krijgen we dus weer terug, dat is nice. Oké, okay, laten we dit gelijk even breder maken, want... Oh, ik denk dat we iets hebben gevonden wat werkt. Ja, ze bounce echt keihard trouwens. Kijk dan hoe hard dit tript, joh. Maar het is ook wel geinig, hè? Slijm op slijm, leuk. Yep. Die valt naar beneden. Oké, okay, die hebben we dus sowieso. Dat is chill. Dan laat ik dit trouwens nog wel even weghalen. Want ik heb dus... Oh, zo. Hup, ik heb hem weer. Want ik moet nog even die bak afmaken beneden. Ah! Oh, nice. Ik ving me er zelf heel nice op. Zo. Oké. Dit gaat nu mooi omhoog. Oké. Okay, nog 2 stekjes over. Moet voldoende zijn. En dat is klaar. Oké. Okay, nou, top. Oh ja, hier moet natuurlijk ook nog een rand komen. Ja, er moet sowieso dus nog een heel stuk bij. Oké, okay, dat maakt in principe niet uit. Tenminste, ik denk dat er een rand moet komen. We kunnen het altijd wel even afwachten. Ja, die is weg. En oh, die bak ziet er... Oh, deze 2 moeten sowieso weg. Ja, deze bak moet ook 2 breed, dacht ik. Weet ik niet eens zeker. Maar het onderste gedeelte moet sowieso van iets anders gemaakt worden. Want ik map daar natuurlijk keihard doorheen. Ik snap echt niet dat ik met een zwaard dit stuk maak. Dat is een beetje gek. Laten we het gewoon eerst even van slijms maken en dan zien we het vanzelf wel. Zo, de bak is bijna klaar. Ik weet niet of de, volgens mij is de bak ook even groot. Ik moet eigenlijk even wat daarachter allemaal staat, moet ik even allemaal overnemen en hier terugplaatsen. En dan gaan we zien of dit werkt. Ik hoop dat dit werkt. Kijk, ik heb het niet meer over. Dit was het helaas. Oké, laten we gauw even dat andere op gaan halen. Kijk, dan wordt het dus ook 3 hoger of zo, of zelfs nog meer. En dan gaan we zien of de kleine slijms nog doodvallen. Ik weet het niet. Ik neem sowieso even weer 2 stekjes hiervan mee. En ik moet even dit allemaal slopen. Dus... Thank you. Ik kan wel even gauw wat andere kisten halen. Kijk, ik heb nog 14 kisten over. Super chill. Let's go. Daar gaan we dan. We gaan eerst even kijken of dit zo werkt. Hier de kistjes. Huppakee. Hier vallen ze dus op. Ja. Oh, ik mis 1. Oh, er is eentje weg. For some reason. Geen idee waar die is, maar die is weg. Sick. Ligt die hier nog toevallig? Alsjeblieft, please. Ik denk dat die weg is of niet. Oké, nou, ik kom hier maar voor 1 ding. En dat zijn deze slabs even. En deze hekkies. Oh, nu moet ik dit niet slopen. Oh, wat doe ik nou? Hup, gauw dichtmaken. Oké, nou, dit werkt volgens mij hetzelfde nu. Yes. Dan gaan we gewoon alles plaatsen. En dan hoop ik dat ze niet doodvallen. We gaan het zien. Let's go. Dan gaan we dan. Hier omhoog. En, huh, nice. Hier moest die komen volgens mij. Yep. 25. Daar komen ze dan. Slijmspannetjes. Ja hoor. Nou, komt er maar. Dit is trouwens een heel andere vorm, zie ik nu wel. Maar wie weet werkt. Dit misschien zelfs wel beter, dat weet je niet. Daarachter chillt ook een vet rennen magma cube. Nice, in de muur. Oh, ja, hij tript helemaal. Misschien gaat hij juist wel sneller dood, zie ik nu. Hij gaat er mega snel dood door dat getril. Ik weet niet of het daardoor komt, toch? Geen idee. Maar ja, de kleintjes gaan, jullie zien het. De kleintjes gaan en ze vallen dood. Ja, ze vallen dood, zo te zien. Ze vallen volgens mij allemaal dood, want ze springen er ook een beetje in. Dus het moet net wat hoger allemaal. Dus dat is in principe geen probleem, dat kunnen we fixen. Oh, je moet wel even een slap op. Ja. Oké, ik heb een slap nodig. Slapje, let's go. Up, slappy. Okay, wat doen die kleintjes? Oh, ja. Kijk, ze gaan er prima doorheen. Dat is nice. En ze branden niet dood. Dus dit werkt. Het werkt oprecht. Dus dat is chill. Alleen ze vallen dood. Maar dat is echt heel makkelijk te fixen. Dus laten we dat gelijk even doen. Eigenlijk moet ik hem wel even weghalen. Ja, ik moet hem eigenlijk wel even weghalen. Okay, we gaan even naar beneden gaan. Auw. En daar gaan we. Huppakee. Oké, we gaan hem even eentje hoger doen. Wacht, dan laat ik dit even netjes weghalen. Zo. En dan plaatsen we hier even slijms onder. En dan komt hier dus die laag kist op. Oh. Nou, nog een keertje. Let's go. Hup. Zo, ding eronder. Dit naar beneden. Hup. Oké, nou, ik heb hier de spawners. Let's go. Nog een keertje dan. Come on. Show me the money. Oké, nou, daar gaat hij eentje. Ja, hij spant er niet in. Hij... we gaan het zien. Ik ga zo even mooi kijken. Hij brandt dood. Ja.
En nog steeds. Wat? Hoe dan? Dit is echt een mega kleine val dit. Oké, dan moet hij nog eentje hoger, hè? Ja. Is niet anders. Zo, even alles hakken. Dan komt dit allemaal nog eentje hoger. Ja, oh, dit gaat echt kloten worden dit. Maar het moet wel lukken zo. Als ik gewoon even dit kill allemaal. Ja, we moeten gewoon even alles gewoon killen. Ja, oké, dit moet wel lukken. Gauw de hoppers erop plaatsen. En boom! Het is gelukt. Nice. Ja, kijk, ze glitchy is ziek altijd. Maar dat fix ik later wel. Dat is echt geen probleem. Vallen ze nog steeds dood? You're kidding me? Wacht, even kijken hoor. Laat ze vallen. Even kijken. What? What? You're kidding me? Ah joh. Waar slaat dat nou weer op, man? Nou, komt hier dan. Nog een laagje. Huppakee. En dan hier de kisten. Ja, dan moet ik echt een soort van trap hierop maken, denk ik. Ah, dat kan ik wel fixen. Dat is niet zoveel moeite. Nu vallen ze echt bijna niet. Echt, like, what the heck? Hoe wil je dat ik het doe dan, hè? Oh, wacht. Ik heb dat ding natuurlijk weggehaald. Ik dacht, waarom spawnen ze niet meer in? Kijk, ik kan er ook wel inbouncen nu. En dan hier gauw even erheen. Yes. Dan plaatsen we hem gauw even terug. Nu zou het moeten kloppen gewoon. Oké. Hup, die er nog bij. Ja hoor, top is gefixt. Gaan we gauw terug. Au. Zo. Oké. Nou. Deze dingen ervoor. Oh, we gaan het zien. We gaan het zien. Let's go. Ja, ze staan. Oké, dan moet ik dit ophogen. En dan hebben we hem. Ja, we hebben hem. Nice. Oké, top. Hier ben ik blij mee. Het werkt. Hier moet sowieso zo'n mooie trap komen. Heel chill. Kijk eens even. Kan je hier mooi op. En dan duik ik eronder. En ja hoor. Nu moet ik alleen dit hier achter even fixen. Zodat ik niet dit kapot sla natuurlijk. En ja, dat is een kleine moeite. En ik voeg er nog een klein beetje toe. Want ze glitchen ineens zoals je ziet. Maar het werkt. Het is echt super chill. Kijk maar hoe chill dit ding is geworden. Nice. Ik vind het mooi geworden. Prachtig. Hier zit ook nog een glitch. Die moet ik ook nog even weghalen. Maar dat ga ik nog even doen. Dit was de video. Bedankt voor het kijken. Klik op het duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. Dikke doei en dikke later.